Yay. Wow. Nou ja, we hebben bots. Weer een lading. Op hoeveel zitten we nu eigenlijk? 44, 45. Ik ga het eventjes zo houden. Hoor. Even snel, even zo bouwen. Kijk, dit zou eigenlijk ook gewoon kunnen. Zo simpel. Dan zetten we het neer. Pak ik mijn pickaxe. Kijk, dit is ook een manier van spelen van Terraria. Alleen ik vind het onhandig. Dit is een nieuwe manier. Dit is enorm goed voor bouwen, dat wel. Maar voor mijn echt een avontuur en zo gebruik ik dit echt. En dan komt weer een wormpie. En die is dood. Doei wormpie. Zo, bijna 20 gold hebben we. Bijna 20 golden bars. Plus die 7... Oeh, we hebben de hele keer wat al. Oh. Dropped. Dus kijk, dat is ook een nadeel. Dan kan je soms je dingen droppen. Nou. Show me the way. Gold. Nog meer gold, volgens mij. Ik ben niet zo zeker. Nee, dat is geen gold. Nou. Nou, als je dit vergelijkt met dit hier. Zou heel goed gold kunnen zijn. Ja, ik ga er gewoon even heen. Wat heb ik te verliezen? Trouwens, daarnaast ligt brons, dus koper. Brons en koper haal ik door elkaar zolang er geen brons is in Terraria. Dus, dan weten jullie dat. Ja, dit is een hele lading, dus dat is dus duidelijk koper. En dit is duidelijk gold. Wow, ik had bijna de verkeerde weg. Almost the wrong decision. Kom op. Ik heb best nog wel veel gold nodig hoor. Ik denk niet dat ik nog op genoeg zit nu. Looking for some gold. Daar gaan we dus mooi langs. Wow, 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 ah. Jump shot. Nu kom hier. Oh nee. We zijn er jongens. Underworld. Screw it. I'm going. Oké, daar gaan we. Oké. Oeh. Ah. Oké. De demon, 120 levens. En wat voor wapen schiet hij? Met gewoon physic aanraken en ook met magic spells. Alleen maar als je kan zien. Maar hij ziet me nu niet, dus dat is een voordeel. Hellbat. Niet zo superveel, maar... Oh. En een bone serpent. De beruchte slangachtige wezens hier. Kom hier. Brrr, zo gaat die kapot. Ik heb trouwens een keer wat... Heb ik trouwens een... Nee, die heb ik niet. Ah, daar heb ik eigenlijk obsidian voor nodig. Maar ja. Yo, nee, nee, nee. Ja. Dat was ik vergeten. Als je dat mijn, dan krijg je schade. Of, dan dropt hij wat lava. Wat healer. Heb ik het nou wel? Nee, ligt er nog. Demon torch. Oh, oh, oh. Oh ja, ik ga eens een beetje met mijn harpoen mikken. Oeh. Oh, oh, nice. Oh, kom hier. Ah, nee, nee, nee. Ja, het is wel wat uitdagender voor mij. Oh, move. Nou, ik moet even op mijn gemakje wat kunnen dumpen. Deer, hellstone. Daarvan heb ik er dus veel nodig. Heel veel.
En dat is best moeilijk om te krijgen hier zo. Oeh, we zijn al steeds stack gold bezig. Nice, nice, nice. Kingo is happy. Dan maak ik even een opvangbakje voor het lava. Godver. Moe. Ik wil mijn hart hebben. En een lava slime. Hoeveel heeft hij eigenlijk? 50, oké. Okay. Eigenlijk vallen ze nog mee. Kom op. Ik kan te bed. Oké, nou. Ik ga eerst wat bouwen zo. Oh, nee, nee. Wow, 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 wow. Oh, dat is een shadow chest. En ik ben dood. Wow, what the hell. Hoe snel ging dat wel niet? Hier zit een shadow chest. Oké, nou. Ik moet nog even flink trainen voor de hel, denk ik. Of gewoon veel potions meenemen. Heb ik dat ding nou? Nee, is dat niet dat er... Ja hoor, ik heb het volgens mij. Ik heb het niet eens. Damn it. Nou, ja. Ik denk toch maar dat ik even zo'n... Nee, ik denk dat ik gewoon even ga skippen. Niet, ik ga nog niet zo'n elevator maken, maar ik ga het wel skippen. En dat is een beest. Maar dat doe ik pas zo, want eerst ga ik wat knutselen met al mijn gold. Ik ben benieuwd hoeveel ik eigenlijk heb nu. En dan gaat de bird. De bird is over. Kijk, we kunnen eigenlijk al zo'n... Ja, daar. Silver. Daar. En gold. Zo. Oh, hetgene, het aantal dat we al hadden is erbij gekomen. Nou, laten we zien. 35, 25 en 30. Wow. Dit is 60. 60. Wat de hel, we hebben 90 bars nodig. 90, dat is nog, nog 36. Dus we moeten nog een flinke lading gold hebben om een volledig panzer te krijgen. Dit plus dat is 35, net niet genoeg. Dus we doen gewoon lekker een gold chestplate af. Kijk eens aan. En jou gaan we ook meteen aan die ene gast geven. Wacht. Ik zei toch wat normaal. Eén keer dan. Oké. Okay. Die boog blijkt me niet, maar we hebben ook een pijl. We hebben een pijl in de boog. Waar heb ik nou mijn... Die heb ik nog gedumpt. What the fuck? Oké, ik weet niet waar ik hem nou heb gedaan, maar heb ik hem weggezet of zo in de chest? Ja. Slim. Zo. Zelf kunnen we even passen. Ik heb niet echt zo heel veel dit keer om te kunnen verpassen, dus dat is wel jammer. Glowmers kunnen ook wel weg ondertussen. Een beetje meer heb ik niet kunnen gebruiken. Maar ik ben de helft van mijn gold kwijt. Ja, dan zet ik weer weg. Health and no value. Nou, ik heb er toch wel iets meer voor nodig dan dat hoor. Ah, ik ben echt aan het twijfelen. Wat moet ik zo doen? Zal ik zo'n ding helemaal naar beneden maken of niet? Ik denk beter dat ik het wel gewoon kan doen. Oké, shop. Zo, ik neem ook eventjes twee van dat mee. Zo, ja. Ik denk dat ik gewoon even ga skippen, jongens. We gaan even een goede locatie uitzoeken. Voor de Highway to Hell. Zo ga ik het even noemen voor de grap. Maar waar zal ik het plaatsen? Her. Hier kan het een beetje moeilijk, maar... Oeh. Ik wil het niet direct bij mijn huis doen, dus ik wil het wel op een veiligere plek doen. En hoe we veilig beneden kunnen komen is of we plaatsen gewoon wat water voor de zekerheid, of anders dan moeten we gewoon zo'n dubbelsprong zo. Dus als we... Dan vallen we helemaal in, vlak voor de benen aankomen, dan even springen. Dat negates ook de fall damage. Ja, ik ben van plan om... de andere kant... Ja, ja. Om het hier zo te doen. Zo.
zo, dan hou ik niet zo. Dit is mijn highway to hell. Oké, jongens, dus ik ga skippen tot we ongeveer op midden lava level zijn. Of we komen bij lava level aan en dan... Ja, oké, tot lava level en dan zijn we terug. Dus, tot zo. Oké, jongens, ik ben eventjes terug, want ik heb even een last van de worm. En ik heb hier een kist gevonden, dus. Voor elke keer als we iets speciaals tegenkomen richting het pad, dan haal ik hier er even bij. Dus, excitement, excitement. Even wat verlicht hier zo. Nou, hey. Minder excitement. Zo. Okay. Dus, let's see what's inside. Kills. Adem water in plaats van dat. Ja, tal. Zwakke kist. Oké, dat was het. We gaan verder. Oké, jongens, ik ben nu hier beland en we zijn net aan de scheiding van dingen en kijk eens hoeveel water hier zit. Ik denk van, wil ik even... Ik heb echt even geen zin om helemaal daar door te gaan hoor. Dus ik denk dat ik gewoon vanaf hier met lopend verder ga. Of niet, wacht even. Kijk eventjes verder met de kleurstuk. Zit er nog iets speciaals? Nee, het gaat denk ik wel lukken, maar ik wil er in ieder geval bij hebben nu, omdat het wat meer actie is, omdat het heel veel actie. Oké, we moeten zich flink, we moeten ons verweren tegen alle beesten. Totdat we uit deze oceaan, dus piepoceaan, onder ons oceaan zijn. En we kunnen lekker killen met gewoon onze pickaxe, dus dat is ook gewoon geen probleem. Oké, ademen. En daar zit er zo'n pieppijl ding, hè, die steeds schiet. Dus dat kan het nog wel irritanter gaan maken, het bouwen. Ja, nee. Even adem maar. Oké, even snel. What the hell? Robothoofd. Van welk beest heb ik dat gehad? Nee. Zo moet je mij niet in. Wat? Robot head. Oh, zo'n sportding. Hoe de fuck kom ik eraan? Huh? Ik heb echt niet het idee dat ik die echt vandaan heb gehaald hoor. Lol. Ah, bijna weer raak. Of misschien raakt hij mezelf. Daar. One hit KO. Oh, wat doen we daar? Wat doen we daar? Nou oké, we gaan verder. Maar wat de hel, een robot. Robot helm. Een kokkies. Zo. Nou, we moeten een beetje slim werken nu. Het is een beetje irritant. Ach wat, ik denk dat we weer verder gaan skippen, dus ik wou alleen... Nou, het is toch wel leuk dat we opeens een kakker op een robot helm het had, ik denk. Robot hat. Ik denk, wat de hel. Wel geinig op zich, dus ik ga ermee blijven rondlopen dus. Maar in ieder geval weer tot zo. En nu heb ik een hart gevonden. Dus je vindt eigenlijk nog veel meer als je een ding maakt dan je denkt. Dus we zijn nog niet eens door die hele dingen heen hoor. Dus het is nog door die hele oceaan. Ja, we kunnen hier niet op. Dat val ik, daar val ik weer bij. Oh nee. Oh crap. Stomme trap. Damn you. Yay, weer 20 erbij. Gaat lekker zo. Ik ga even snel kijken wat hier beneden zit hoor. Ik denk wel dat we hier sowieso komen, maar gewoon even snel omdat ik nu toch aan het filmen ben. Mocht er iets leuks zitten, dat ik het dan meteen op pand heb. Wow. Ah. Een kist. Twee kisten en een hart. Wow. Ching ching. I knew it. Ik weet wel dat iets ging gebeuren. Oké. Zit hier nog iets speciaals? Geen idee, maar dan komen we straks langs dus. Een klein gold inlaag dingetje weer hier. Maar hier gaan we eerst even alles weghalen. En er zit nog meer gold, dus dit is een mooi stuk hier. Waarom ga ik eigenlijk met dat ding doen?
Nou, laten we eens kijken. Wat zit hier? Hermes boots, 1 melee, hetzelfde als daarnet. Niet echt zo heel veel interessant. En hier, dat water walking potion again. Meer better healing dingen. Wel flink wat... Ja, 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 wat nou, wat nou? Ik hoor, ze is iets wild. Nou, ik kan meteen weg. Ik pak het al, ik doe het weg. Die kan ik verpatsen. En natuurlijk jou nog. Nou, zo kunnen we straks op het einde hebben we max health zeker als we beneden aankomen. Nee. Zo verloopt nog niet, maar we gaan wel richting de 300 toe. En op 300 denk ik dat we een keer de derde bos gaan proberen. Snel kijken hoor, hier zo. Oké, wat zit hier? Even snel checken. Niet echt zoiets super spectaculairs te zien. Wat? Ik haat het dat je zo kort kan springen maar onder water. Wacht voordat ik zo dom ben om het gold over te slaan, het gold even pakken. Want ik wil altijd snel meer en meer en snel, en dan vergeet ik soms het gold. We hebben niet eens heel veel gold nog maar gepakt hoor. We hadden nog maar die ene drie van de net was het begin, denk ik. En dus dat blijft me nog een keer. 19. Net geen 5 stukken. Wow. Dat is hier nog speciaals? Niet echt. Oké. Dus ik ga weer terug en verder met mijn schacht. Ik ben weer een zijkiefje ingegaan en driemaal raden wat ik dit keer weer tegenkwam. En driemaal raden wat ik hier ook weer zit. Was dat echt serieus? Ik meen het hoor. Ik ga gewoon even snel een zijkiefje en niet zo gek ver weg. Ik volg het een klein eindje en ik kom opeens allemaal van deze dingen tegen. Dat doe ik gewoon zo, verlicht ik de boel een beetje, kijk of ik iets interessants vind. En zo ja, dan ga ik achteraan. En wormen kom ik ook veel tegen, ja. Wel. Zo. Nou, hoeveel hebben we nou gevonden hier? We hebben er gewoon wel 4 gevonden nu. Alleen maar heel dit trip naar beneden volgens mij. En er komt nog een eentje bij die in de underworld zit. Zo, er komt weer een worm. En hebben ze. 2 klappen. Dit gold pakken, even kijken wat hier beneden zit. En dan gaan we weer verder. Nou, even snel een piek doen. Oké, niet zo gek veel hier dus. Ja, zit vast en kop weg. Oud. Kijk, hier ben ik dus al geweest. Kijk, hier in de buurt zit dus die schacht. Even snel zoeken hoor, dan kan ik je meteen even laten zien waar ik ben. Zo. Kijk, dan vind ik zo'n leuk stuk grot en dan denk ik van, dan kan ik wel eventjes mooi verkennen. Maar dan ben ik vergeten dat ik niet aan het filmen ben. Dus als op het moment dat ik echt iets vind in zo'n grot, dan haal ik jullie erbij. En dan gaan we weer... Oh ja, oh, het is ook nog maar... Move. Zo. Ja, kijk, hier was het. Kijk, hier zo. Dus dan gaan we verder. Jongens, echt ongelooflijk. Kijk eens wie hier zit. Die goblin, die gast. Ik dacht toch, what the fuck? Ik dacht dat hij die pas kon krijgen in hard mode. Trollololo. Yes. Oh my god, kom hier jij, kom hier. Ik geef je een knuffel, ik ga alles mee doen. En ik denk dat misschien niet, maar kom hier.
Kom op, dat is een torch. Yes. Oh my god, yes. Hier ben ik al geweest. En toen zag ik hem niet zitten. En nu opeens kom ik er langs. Er zit in. Er zit hij. Yes. Oh man. Met deze hoopte ik zo erg op dat ik hem kreeg. Zo verschrikkelijk erg, hè. En met deze kan ik namelijk allemaal... Kan ik zo'n bolder maken. Oké. Okay. Thank you for freeing me, human. I was tied up and left here by the other goblins. Oh, hij is een beetje buitenstaander. Sharks. Oké. Okay. You could say that we didn't get along in first. Hier, reforce. Dan moet je er een item in doen. En dan... Kost dat iets? Bijvoorbeeld dit. En dan reforce. Ah. Kijk, dan is iets, iets anders hoor. Dus even kijken eentje die slecht was. Deze slecht. Zetten we daar neer. Zoveel zilver. Broken. Nog een keer. Nimble. Oké, okay, kijk, dus nu heeft hij iets van een voordeel. Dus kijk, dan kan je alles kan je aanpassen. Ah. Place an item to reinforce here. Oh, nee, 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 nee. Blijf van hem af. Oké, okay. En je kan natuurlijk ook gewoon van hem kopen. Dus je kan dit kopen, toolbelt, waardoor je meer kan plaatsen. Spiky balls, dus dat is echt chill. Rocket boots, dit ga ik zo kopen. Ruler. Ruler, dat laat ik jullie ook wel zien. Kijk, dit is een workshop om dingen te afvragen. En je kan gewoon een grappling hook kopen hier. Dus. Echt chill, we hebben hem. Oké, okay, ga er vandoor. Ga je heen. Hier ben ik gewoon geweest. Oh ja, en ik kan hem laten intrekken in een van mijn huizen. Dus dat is ook... Maar finally. Ah, ik zat zo te denken van... Oh, ik zat zo te denken van wie komt er in dat ene lege huis. Nou, Sarks dus blijkbaar. Yes. Oh man, echt blij dat ik hem vond. Over een large world, een hele large world. En ik vind hem. Ik vind hem. Yes. Oh my god, zo blij, zo blij. En dat is degene die ik het liefst wou. Nou, daarmee ken ik ook, maar die vind je in de dungeon. Dus die vind je sowieso, denk ik. Die is een stuk makkelijker om te vinden. Maar die start, ik dacht, nu moeten we eigenlijk hopen dat we de wizards vinden. Maar deze... Oh man, ik ben echt, echt blij. Dat ik hem heb. Oh man, ja, jij krijgt een mooi plekje in mijn huis. Oh, yes, 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 yes! Oh man. Yes! Nou. Oh, ik ben echt zo fucking blij, jongen. Ik heb dan ook wel in één keer allemaal gold opgemaakt die ik bij me had, maar dat interesseert me helemaal geen reet. En ik stop even dat water hier, want anders komt alles weg. En ik heb het nodig voor later het water. En waarom ik het al water nodig heb, leg ik jullie straks weg. Dus Sarks, jou zie ik zo meteen boven. Nog even die piranha killen. En we gaan weer door. Er is een ongeluk gebeurd met een stuk dynamiet die ik gooide. Dus ik ben terug boven. Oh.